Hoi, vandaag wil ik het over de openingsrollen hebben. Ze zijn heel belangrijk om te leren, want de openingsrollen komen natuurlijk elk potje weer terug. En later in het spel komen ze ook nog steeds voor. Of in ieder geval dat je diezelfde worpen gooit en daar nog stenen hebt staan waar ze in het begin zouden staan. Dus ik ga ze even allemaal laten zien aan je. En dan kun je ze misschien onthouden en dan heb je daar tijdens het spelen hopelijk baat bij. 3-1 is het beste om mee te beginnen. Dus die laat ik als eerste zien. Dan heb je ook het belangrijkste principe bij backgammon zo'n beetje. Dat 5 punten is je belangrijkste punt. Daarvoor is dit de beste beginzet. Je hoeft niet naar andere zetten te kijken. Dit is gewoon de beste. Dan hebben we de 2-1. Die kan op twee manieren worden gespeeld. Dus van de 13 naar de 11. En dat doe je eigenlijk zodat je een extra bouwer hebt om dit punt of deze punt te maken. Dus je wilt natuurlijk nog steeds het liefst dit punt maken, maar als je dan niet die worp gooit, dan kun je vanuit de 11 kun je hem ook nog heel makkelijk maken. Door een 6-3, 6-1 te gooien. Met de 1 kun je de 6 naar 5 zetten. Omdat je hem zo graag wilt maken, zet je hier gewoon een man neer. Hoop dat hij niet wordt geslagen door deze twee. En dan maak je hem de beurt erop. Dan heb je zoveel mogelijkheden om hem te maken, dat gaat dan wel. En je kan hem ook hier spelen, de 1. Dus dan haal je wel deze man naar beneden om deze punten beter te maken. Maar deze die split je zodat deze twee mannetjes zeg maar beter kunnen ontsnappen. Of een punt hier kunnen pakken in zijn bord. Als je wat gevorderde speler bent, raad ik deze aan. Als je beginnende speler bent, raad ik deze aan. Beginnende spelers die, als die hier geslagen worden. Stel dat deze geslagen wordt en je hebt deze hier staan, dan krijg je meestal moeilijkere posities hierna. Die beginnende spelers meestal meer fouten in maken dan geavanceerde spelers. Dus hou het simpel en pak hem gewoon van deze plek af, zeg maar. Dus doe gewoon deze. Dan gaan we naar de 4-1. De ene worden bijna altijd hier wel gespeeld, tenzij je een 3-1 of een 6-1 gooit. Voor de rest kun je eigenlijk wel onthouden dat ze hier worden gespeeld. En de 4 wordt hier gewoon gespeeld. Je 9 punt is een van je meest belangrijke bouwpunten die je hebt. Want die maak je heel makkelijk hier en die kunnen heel diep nog bouwen. Als je hier gaat staan kun je eigenlijk alleen maar deze bouwen en deze realistisch bouwen. En vanuit de 9 kun je ook nog je 3 punt bouwen. Dan maakt het 9 punt wel heel belangrijk. Dan gaan we naar de 5-1. Dan zul je ook zien dat je hem hier pakt. De 5 heb je alleen bijna nooit echt iets aan. Dus die zet je bijna altijd hier bovenop. Tenzij je 5-3 of 6-5 gooit. Dan hebben we 6-1. Dan maak je het barpunt mee. Dus dan sluit je dit af voor je tegenstanders, dus die kunnen niet met 6-5 eruit of met de 6 kunnen ze niet lopen en met de 5 konden ze al niet lopen. Dus dat is wel heel fijn als je die in het begin maakt. Dan gaan we naar de 2'en. 2-1 hebben we net gehad. Dan gaan we naar 2-2, kunnen we niet mee beginnen. 3-2. Dat is 3 hier naartoe en dan weer de 2 hier. Dat is net ver genoeg dat hij jou niet kan slaan, maar jij kan wel op deze punten mikken, de belangrijkere punten. Heb je net iets meer punten nodig, kun je deze doen. Dus dan heb je, de kans wordt groter dat hij jou terugslaat. Heeft hij iets meer worpen nou voor, maar je hebt wel twee bouwers om deze punten te maken. In één keer krijg je 4-3 om dit punt te maken bijvoorbeeld en 6-5 om dit punt te maken. Je hebt veel meer opties in één keer erbij, door maar een klein beetje extra risico te nemen. Dus dat is het soms wel waard. Dan hebben we de 6 of 4-2. Dat is de tweede beste zet die je kan hebben in het begin. Dan maak je je 4 punt. Bij backgammon wil je het liefst al je punten maken op volgorde. Dus eigenlijk de eerste 3-1, dan de 4-2, dan daar de 5-3 die we nog gaan behandelen. Dus dit is de 4-2, 4 punt maken. Dan hebben we de 5-2. Nou, nogmaals, de 5 speelt bijna nergens, dus die zet je hier neer. Tweede is gewoon om je mannen te laten ontsnappen of hier een punt te maken. Heel veel thema's komen gewoon terug, zul je merken. 6-2. Meeste zessen buiten de 6-5 en de 6-1 die gaan gewoon hier naar buiten. En dan 1 naar beneden.
Dan gaan we naar de drieën toe. 3-1 hebben we gehad. Dat was de beste. Ik zal hem nog één keer laten zien. Zo belangrijk is die. Dus je 5 punten maken. 3-2 hebben we net gehad. 3-3 kun je niet mee beginnen. 4-3 hebben we nog niet gehad. Er zijn er 2 naar beneden. Het ziet er risicovol uit. Dat is het ook. Maar je kan hier wel makkelijk punten mee maken. Ja. En dat is het belangrijkste in het begin. Om iets veilig te spelen kun je gewoon voor je 9 punt gaan en deze splitten. Je hebt wel de kans natuurlijk dat je wordt aangevallen, maar het is iets veiliger dan dit. En als deze wordt geslagen, komt hij op dit vak terug waar hij een paar stappen had gedaan. Wordt hij hier geslagen, dan gaat hij helemaal vanuit hier helemaal weer rond terug hier naartoe. Dan hebben we de 5-3 hebben we gehad, de 6-3, weet ik niet zeker of we die hebben gehad. Maar dat is ook weer de 6 naar buiten, 3 naar beneden. Dan gaan we naar de 4e. 4-1 hebben we volgens mij gehad, maar dat is die in ieder geval. De 4-2 hebben we zeker gehad. 4-3 hebben we ook gehad. 4-4 kun je niet mee beginnen. 5-4. Dus ga je naar het punt. Probeer daar deze probeer te maken. Want dit is zijn belangrijkste punt. Dus die wilt hij graag hebben. Dus als jij hem hebt, verveel je hem nogal erg. De 5 die speelt weer niet goed. Dus die zet je gewoon hier bovenop. En dan wil je eigenlijk voorkomen dat je te veel opzet. Maar in het begin is één steentje niet erg. Want als je hier alles opstapelt, heb je natuurlijk daarna allemaal vervelende rollen. Dan hebben we 6-4, die hebben we ook gehad. Dat waren die met 3 opties. Dan gaan we naar de 5 toe. 5-1. Hebben we volgens mij bij de 5 gehad. Of bij de 1 gehad. 5-2. Dat is ook gewoon deze. 5-3 was het 3 punt. Even laten zien. 5-4 is dus deze die we net hadden. 5-5 kun je niet mee beginnen. 6-5 hebben we ook al gehad. Dat is helemaal zo. Dus daar waren ze. En om maar te demonstreren, als je later een positie hebt, net als even kijken, zoiets. En zo. En ik doe maar even de tegenstander ook een positie geven. En je zou nou weer die 3-1 gooien die je dan hebt onthouden, geldt hier natuurlijk nog steeds gewoon dat je dit punt kan maken. Als je hem in het begin niet hebt gemaakt, dan komt die, kan die altijd hier nog steeds van pas komen. En hetzelfde als dat jij weet dat het 2 punt, dat dit met 4-2 kan gemaakt worden. Dus dan weet dat... Dan weet je dat dat ook zo gaat. Dus we blijven wel terugkomen te zetten. En omdat alles in je hoofd krijgen in het begin niet makkelijk is, kun je beter de openingsrollen in ieder geval weten. Want die zijn simpel, het zijn er niet veel. En ze komen zo vaak terug dat het al fijn is om te weten. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. En tot snel.